als burgers niet zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, zal de overheid het voor ze doen. Dit haalde Daniela Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, gisteren aan op de dagelijkse persconferentie van de overheid. Volgens haar zijn er namelijk nog te veel mensen op straat. Na het bekendmaken van de lockdown waren er volgens Feira minder mensen over straat. Echter schijnt het verzoek van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven niet te helpen, zegt Feira. Ze vindt het vreselijk dat er spot wordt gedreven met deze ernstige situatie en dat mensen nog feestjes organiseren. Er is een tequila party. Mensen, zal ik u wat vertellen? Ga naar die tequila party. Ik kan go. Spama presi. Ik kan go. Jere? Yoshi, waar je je tijd door gaat brengen de volgende avond. Ga zitten, ga naar dat feestje. We gaan jullie allemaal oppakken. Want jullie gaan niemands leven in gevaar brengen met jullie tequila party. Hou je tequila, doe het. Toch? Ik zal niet zeggen doe het, doe het. Je wilt zien wat er gaat gebeuren? Doe het. Er zijn te veel mensen op straat. Te veel mensen. Toen er gezegd was lockdown, was het even stil. En ineens is er ieder weer gewend geraakt aan COVID. Mensen maken grappen, het is leuk. We gaan weer op straat, want we worden niet ziek. Vandaag weer iemand die positief getest is. Mensen, ik zei het al eerder. Wilt u thuis blijven? Wilt u echt thuis blijven? Dan gaat u klagen, dan gaat u zeggen. De overheid is dominant, autoritair, ze zijn revolutionair. Al dat soort zaken gaat u aanhalen wanneer we u gaan verplichten om thuis te blijven. En ik ga u horen avondklok. En u kunt niet bewegen. En als u op straat komt, pak de politie u op en we brengen u ergens ver. Want misschien bent u besmet en u denkt eraan om anderen te besmetten op straat. Wilt u dat hebben? Echt waar? Wel, dan moet u gewoon, vandaag ben ik op die tour. Dan moet u gewoon doorgaan. Dan geeft u ons de gelegenheid om u te laten zien hoe we omgaan met burgerlijke ongehoorzaamheid. Feira heeft wederom een beroep gedaan op de gemeenschap. Het verzoek van de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jesrum, op te volgen. Ze heeft gevraagd dat men rekening houdt met de gezondheidswerkers. Door zoveel als mogelijk thuis te blijven. Volgens Feira doet de burgerij echter nog steeds wat ze wil. Niet zomaar wordt er gezegd, hou rekening met alle voorschriften die aan u zijn gegeven. Houdt u zich eraan. We gaan het echt doen, hè. U mag het weten. We gaan echt alles afsluiten, alleen om ervoor zorg te dragen, dat dit virus niet à la dolce gaat verplaatsen. En laat me, is niet om mensen bang te maken, want we zijn echt serieus bezig. Ik ben er even stil van. Echt waar. Grapjes tequila party, grapjes op straat, mensen, alstublieft. Me bejunu. Undenk atori boom. Daniela Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Ze sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid rond het COVID-19-virus. De overheid benadrukt dat de eigen verantwoordelijkheid van eminent belang is. Op de vandaag gehouden persconferentie heeft de directeur van het NCCR, Jerry Sleengaard, het gerucht ontkracht als zou er vanaf morgen een avondklok ingaan. Hij drukte wederom de samenleving op het hart alleen de officiële berichten vanuit de regering te geloven.